Goedemorgen, vrolijk Pasen. Of zoals ze in de Russisch-Orthodoxe kerken elkaar toeroepen, en dat begint al, als ik me niet vergis, 's nachts na 12 uur. Christus is waarlijk opgestaan. Wat een mooie boodschap. Dat roepen we elkaar ook toe vanmorgen. Christus is waarlijk opgestaan. En dat doen we elk jaar opnieuw. Je zou het ook elke zondag kunnen roepen. Maar het is mooi dat we dat paasfeest hebben om het af en toe nog eens extra tegen elkaar te zeggen. Men zegt wel eens een keer dat protestantisme meer een theologie van het kruis heeft. Van Luther zeiden ze dat. Theologia crucis, theologie van het kruis. Goede Vrijdag is daar belangrijker. Hè? Vandaar dat je ook in de katholieke kerk een crucifix aan de muur hebt. Christus aan het kruis. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar als je in een orthodoxe kerk komt, met orthodox bedoelen we dan Grieks-orthodox of Russisch-orthodox, dan zie je daar heel vaak een icoon die Christus als de opgestane uitbeeldt. Je hebt dus paaschristenen, dat zijn die orthodoxen. Goede Vrijdag-christenen, dat zijn de protestanten in het algemeen. Je hebt ook nog pinksterchristenen. En je hebt kerstchristenen natuurlijk, dat zijn de katholieken. Die komen dan massaal naar de kerk. En als het goed is, zijn we natuurlijk alle vier, dat begrijpt u wel. En Pasen zeker is een heel belangrijk feest. Want wat zouden we zijn zonder de opgestaande Christus? Paulus zegt in 1 Korinthe 15... als Christus niet is opgestaan, dan zijn we nog in onze zonde. Dan heeft het geloof allemaal geen betekenis. En daarom verbaast het mij wel eens een keer dat er mensen zijn die, ook predikanten, theologen, die zeer met Jezus begaan zijn, die prachtig preken op Goede Vrijdag over zijn verschrikkelijke lijden, maar met Pasen, ja, dat moet je een beetje figuurlijk nemen. Want een dode kan immers niet opstaan uit de doden. Dat moet je figuurlijk nemen. Christus leeft in onze harten. Nou, dan denk ik wel eens aan wat C.S. Lewis schreef. Ik weet niet of u wel eens van hem hoort. Een bekende Engelse schrijver, een verdediger van het christelijk geloof. Die schrijft, luister, als Jezus zegt dit. Ze zullen mij overleven aan de vijand. Ze zullen mij kruisigen en begraven. En na 3 dagen sta ik op uit de dood. Dat is zo'n rare uitspraak. Wie zegt dat nou van zichzelf? En Lewis zegt dan, er zijn maar 3 mogelijkheden. Iemand die zoiets zegt, na 3 dagen zal ik opstaan uit de dood, die is of krankzinnig. Of een bedrieger, een misleider, die probeert daarmee zijn volgelingen zand in de ogen te strooien. Of hij spreekt de waarheid. Verdere mogelijkheden heb je niet. Het zijn die 3. En als iemand dus zegt, ja, het is zo belangrijk wat Jezus zegt, geweldig, moeten we allemaal goed naar luisteren, en liefde, et cetera. Alleen dat van die opstanden, dat kan je letterlijk nemen, die praat onzin. Je kunt een krankzinnige niet serieus nemen, al zegt hij nog zulke mooie dingen. En een misleider en een bedrieger, daar wil je ook niks mee te maken hebben. Als Jezus niet is opgestaan uit de doden, dan heeft niet alleen Paulus gelijk die zegt, dan zijn we nog in onze zonde, dan is het hele evangelie waardeloos, dan ziet het er ook voor ons slecht uit. Maar dan moet je, als je dat niet gelooft, dan moet je ook zeggen, Jezus was een leugenaar of heeft zichzelf voor de gek gehouden. Maar dan moet je niet zeggen, ja, hij heeft zulke mooie dingen gezegd. Onzin. En dat vind ik heel mooi van Lewis. Je moet erin ook consequent zijn. Als Christus niet is opgestaan uit de doden, dan hebben we gewoon helemaal niks. Dan is het christendom inderdaad gereduceerd tot een vorm van veredeld humanisme. Wat trouwens belangrijk is, hoor, lief zijn voor elkaar is heel erg belangrijk. Dat houden we erin. Daar gaat het niet om. Dat is heel mooi. En zeker is dat ook heel belangrijk in wat de Heer Jezus allemaal gepredikt heeft. Maar als het gaat om eeuwige redding, verlossing, dan is het heel belangrijk dat hij gestorven is aan een kruis, dat hij is opgestaan uit de doden. Nou noem ik die 2 zo, in 1 adem, gestorven aan een kruis, opgestaan uit de doden. Maar Pasen is eigenlijk een vreemde benaming. Pasen, dat weet u vast wel, is een verbastering van het Griekse Pascha. In sommige oude vertalingen lees je dat toch zo in het Nieuwe Testament. En Pascha is weer een verbastering van het Hebreeuwse Pesach. En Pesach is natuurlijk een heel bekend Joods feest. Vaak wordt dat ook ongeveer in dezelfde tijd als nu gevierd. En
Pesach betekent letterlijk voorbij gaan. En als je dat wil begrijpen, moet je helemaal terug naar Exodus 12, waar dat feest is ingesteld toen Israël op het punt stond Egypte te verlaten. En daarmee wilde de Heer duidelijk maken, jullie gaan niet alleen maar verlost worden uit Egypte, jullie gaan niet alleen maar door de Rode Zee, jullie gaan niet alleen maar door de woestijn en dan kom je in het beloofde land. Maar jullie hebben ook een probleem, dat zit van binnen. Met andere woorden, jullie kunnen helemaal niet verlost worden als er geen offer aan te pas komt. Dat jullie ook in de rechte verhouding tot mij brengt, zegt de Heere God. Het paasoffer. Dat offerlam dat geslacht wordt met Pasen, dat is inderdaad een offerdier. Ook al is het heel anders dan alle andere offerdieren, maar dat doet er nou niet toe. En dat offerdier moet geslacht worden en dat bloed moet aangebracht worden aan de deurposten. Ik dacht vroeger altijd dat dat aan de buitenkant gebeurde, zodat de engel dat kon zien als die langskwam. Maar ik las een keer bij een rabbijn, dat bloed staat aan de binnenkant. Dat wil zeggen, de kinderen, die oudste zoon, die moest dat bloed zien. Die moest weten, alles is oké, want het bloed is aangebracht. Dat is wat de Heer God gezegd heeft. Die engel heeft dat helemaal niet nodig, die kijkt dwars door die muren heen, joh, die ziet het heus wel. Nou ja, aan welke kant het ook zit, er moet bloed aan te pas komen. En nou is het boeiende dit. Wij noemen deze zondag Pasen. Maar Pasen hoort eigenlijk veel meer, als woord, hoort veel meer bij Goede Vrijdag. Of eventueel Witte Donderdag, toen de Heer Jezus het Pascha vierde met zijn discipelen. Want het woord Pasen verwijst naar het offerlam dat geslacht is en waarvan het bloed aangebracht is aan de deurposten. En God zegt, en nou komt dat woord voorbijgaan aan de orde, wat Pesach betekent. Als ik het bloed zie, zal ik jullie voorbij gaan. Dat wil zeggen, dan ga ik met het oordeel aan jullie voorbij. Dan passeer ik jullie. Dat oordeel dat de verderfengel brengt in Egypte, dat wordt voltrokken over alle gezinnen waar het bloed niet aan de deurpost is. Maar over waar het bloed wel is, waar die kindertjes schuilen achter dat bloed, daar zijn die kinderen veilig. De kinderen van de Israëlieten en de kinderen van de Egyptenaren waren precies even slecht, even zonder van het duren. En er is maar één manier om eraan te ontkomen. Dat is niet dat je een uitverkoren volk, er zijn voorrechten, voorgetrokken worden. Nee, ook de kinderen van de Israëlieten, en eigenlijk het hele volk, kan alleen maar behouden worden. Niet omdat ze zo aardig zijn, niet omdat ze zo trouw de Heer gediend hebben. Ze hadden het afgoden gediend in Egypte. Maar omdat ze hebben geleerd schuilen achter het bloed. Daarom worden ze behouden. Daarom gaat het oordeel aan hen voorbij. Nou, misschien hebben jullie er nog nooit zo over nagedacht. Maar paas hoort dus eigenlijk veel meer als woord, als term, bij Goede Vrijdag. En je zou je dus ook kunnen afvragen, waar komt die opstanding van Christus in de beelden van het Oude Testament, net als dat paasoffer, eigenlijk voor? Waar hebben we zulke heenwijzingen naar de opstanding van de Heer Jezus? En het antwoord luidt dat er verschillende algemene uitspraken zijn over de opstanding van de doden. Maar de opstanding van de Messias, daar gebruikt het Nieuwe Testament, dat zie je al bij Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2... Daar gebruikt hij Psalm 16 voor. U zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk. Met andere woorden, u zult mijn leven weer uit het dodenrijk laten terugkeren. En dat gebruikt Petrus en later ook Paulus als bewijs voor de opstanding. Maar in de beeldspraak van de offers in het Oude Testament is er één schitterend voorbeeld van de opstanding van de Heer Jezus. En daarmee ook indirect van onze opstanding. En dat wil ik u voorlezen. En dat staat in Leviticus 14. En daar gaat het over de melaatse. Of dat nou werkelijk lepra was of een of andere huidziekte van andere aard, dat doet er nou even niet toe. Het waren mensen die een verschrikkelijke huidziekte hadden en die kon ook door niemand genezen worden. De Heer Jezus genas melaatse. Die kon niet genezen worden behalve door God. Alleen God kan dat. Later zegt koning Joram, als Naaman de Syriër zich kon melden, ben ik soms God dat ik mijn laatste kan genezen. Dat kan ik helemaal niet. Alleen God kan dat. Alleen,
Als je genezen was van melaatschheid, dan moest je wel naar de priester om je te laten reinigen. En dat reinigen betekent, dat wijst ook al op dat die melaatschheid een beeld van de zonde is. Je vindt ook een paar keer in het Nieuwe Testament dat melaatschheid als een soort straf over mensen gebracht werd. En Mirjam, daar brak de melaatschheid uit naar haar opstandigheid. Bij Gehazi, de knecht van Elisa, zie je ook dat de melaatschheid uitbrak. Het melaatschheid is een beeld van de zonde die naar buiten toe uitbreekt. En in het leven van een mens voelbaar wordt. Alleen God kan je daarvan genezen. Door het werk van de verlossing, van de wedergeboorte. Maar die reiniging, die is zo mooi, dat wordt hier als volgt beschreven. En ik lees uit Leviticus 14. Als iemand genezen was, dan moet, vers 4, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt, twee levende reine vogels neemt. Cederhout, karmozijn en hyzop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Letterlijk staat er levend water. Dat is leven dat uit bron komt, dus niet in een put zit. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyzop. Hij moet het alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatschheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Nou, dat is een ingewikkeld verhaaltje. Ik zal u proberen te vertellen wat hier gebeurt. Want dat wegvliegen van die levende vogel die eerst ondergedompeld is in dat bloed van die andere vogel en dan vrijuit mag wegvliegen, is in heel de offerdienst van Israël het mooiste en duidelijkste heenwijzing naar de opstanding van Christus. Naar Pasen. Dit is dus de paastekst uit het boek Leviticus. Ik zal het u uitleggen. Er moest 2 vogels genomen worden. Soms heb je 2 vogels nodig, 2 dieren nodig om, net als op het grote verzoendag, dan had je 2 bokken. De ene moest sterven en de andere die werd in de woestijn gestuurd. Dat is wel een beetje anders, maar je hebt datzelfde voorbeeld. 2 dieren nodig om het ene uit te drukken, namelijk dat offer van Christus. Die ene vogel wordt geslacht. Dat gebeurt boven een aarden vat, daarin zit bronwater. Dat bloed van die vogel zal zich vermengen met dat water. Dat wordt een mengsel van bloed en water. En als dat gebeurd is, en dan komen er ook nog die hyzop en die karmozijn aan te pas. De rabbijnen legden uit dat je daarmee een bundeltje kan maken. En met dat bundeltje, dat werd dan gebruikt voor de reiniging van die vogel. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed. En dan werd er gesprenkeld met dat bundeltje, zeggen die rabbijnen, op de melaatse. Dus op die melaatse wordt dat bloed vermengd met dat bronwater, gesprenkeld op de melaatse. Dat wijst op de reiniging van de melaatse. Zoals wij gereinigd zijn door het bloed van Christus dat op ons wordt toegepast. Maar dan is daar die levende vogel. En dat is zo uniek in de hele offerdienst. Die levende vogel. Je zou zeggen, waarvoor is die nodig? Want het bloed van die ene vogel die geslacht is, dat wordt gesprenkeld op de melaatse, dat is toch ruim voldoende. En dan is er nog een levende vogel die als het ware de tegenhanger vormt van die andere vogel. Die andere vogel was gestorven. En deze wordt één gemaakt met die gestorven vogel, doordat die gedoopt wordt in dat bloed. Dus er komt eruit, helemaal nat, bloed en water gemengd is over hem heen. Dus hij moet even zijn vleugels uitschudden en dan laat hij hem vrij naar boven. En hij vliegt weg. Nou, het schiet mij ineens te binnen dat ik dat toch eens aan een rabbijnse vriend moet vragen. Hoe leg jij die vogel uit, die tweede vogel? Waarvoor is die überhaupt nodig? Maar wij als christenen, denk ik, weten het antwoord. Je wordt niet alleen maar behouden door de dood van Christus. Dat zou je makkelijk kunnen denken. Hè? Je wordt gered door zijn dood. Maar Paulus zegt al aan het einde van Romeinen 4, Christus is overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Je hebt beide nodig. Goede Vrijdag is niet genoeg. Pasen moet er aan te pas komen. Hij is
gestorven en hij is opgewekt. Als hij niet was opgewekt uit de doden, dan zou je kunnen zeggen, Christus heeft dat offer toch gebracht op Goede Vrijdag. Dat is toch aangenomen door God. Ja, dat weten we niet zeker. Hoe weet je dat God het heeft aangenomen? Het feit dat God hem uit de doden heeft opgewekt, is het grote bewijs dat God het offer van de Heer Jezus heeft aangenomen. Dat het voldoende is. Dat zijn 3 dagen in het graf voldoende zijn om ons te redden van een eeuwige verlorenheid. Zoals de ene vogel geslacht wordt op Goede Vrijdag, zeg ik nou maar, en de andere, bedekt met het bloed, mag opreizen en mag wegvliegen naar de hemel. Nou, zo'n paaspreek hebt u misschien nog nooit gehad, want het wordt niet vaak uitgelegd zo, maar die twee vogels vormen voor mij zo'n prachtige koppeling van deze 2 dagen. Goede Vrijdag en Pasen. De orthodoxen moeten uitkijken dat ze Pasen niet zozeer benadrukken dat ze Goede Vrijdag vergeten. En protestanten moeten Goede Vrijdag niet zo benadrukken dat ze Pasen vergeten. Het hoort bij elkaar. Wij zijn gered door het sterven van Christus en die opstanding. En wat betekent het nou voor de Melaatse? Ik bedoel, als ik nou toch probeer in te denken wat die rabbijn zou kunnen antwoorden aan wie ik die moeilijke vraag stelde, dan zou het kunnen zijn dat die rabbijn zegt, kijk, zoals die vogel nou frank en vrij mag wegvliegen, zo is het nou met die Melaatse. Die Melaatse is genezen. Daar heeft de priester part nog deel aan, dat heeft God gedaan. Maar hij komt bij de priester. En de priester moet nu officieel verklaren, die moet hem een genezingsverklaring geven. Zoals je die ook krijgt als je corona hebt gehad, dan krijg je een verklaring dat je het hebt gehad. En dan mag je weer naar de restaurants. Dat was dan in vroeger tijd, weet u wel. En zo is dat hier ook. Die priester moet hem als het ware een verklaring geven. Je bent genezen en je bent gereinigd. En je bent nou net zo vrij als een vogeltje in de lucht. Vroeger zat je opgesloten buiten de legerplaats op een plek met andere melaatsen en andere mensen die niet in de legerplaats mochten komen. Dat is voorbij. Je bent vrij. Net als die vogel. En je mag gaan en staan wie je wil. Je mag naar huis gaan, naar je gezin, naar je ouders of wat het ook mogen zijn. Je bent vrij verklaard. En daarom is Pasen niet alleen maar het feest van Christus' opstanding, maar ook van uw en mijn opstanding. Nu nog een geestelijke opstanding. We zijn met Christus één gemaakt, niet alleen in zijn dood, maar ook in zijn opstanding. God ziet ons als levend gemaakt in en met Christus. Maar eens zal dat natuurlijk ook tot uitdrukking komen in onze lichamelijke opstanding. Dan zullen we ook delen met Christus. Vandaag op Pasen mag u frank en vrij ademen. Niets kan u meer aanklagen. Wie zal uitverkoren de Gods beschuldigen? Staat er in Romeinen 8, dat herinnert ons aan Biliam. Die werd ingehuurd om Israël zwart te maken en te vervloeken. Wie zal uitverkoren de Gods beschuldigen? Als er alleen Goede Vrijdag was geweest, dan had ik geweten dat Jezus voor mijn zonde gestorven. Maar is het nou echt allemaal klaar? Is dit nou genoeg? Mag ik nou tevreden zijn? Waarom is hij dan in de dood gebleven? Maar met Pasen weet u, nee, het werk is compleet. Christus is opgestaan en als hij is opgestaan, zul jij ook opstaan uit de doden. En ben je nu al geestelijk met hem eengemaakt in zijn opstanding. Die levende vogel die ondergedompeld is in dat bloed en in dat water, schudt zijn vleugels af en voelt zich zo vrij als een vogeltje in de lucht, letterlijk en figuurlijk. En dat is precies wat met ons gebeurd is vandaag. We denken niet alleen maar aan een historisch feit in een ver verleden, dat is mooi, maar we denken aan de betekenis voor ons. Als hij leeft, zo zullen wij leven. Als hij is opgestaan, zullen ook wij opstaan. En in zekere zin delen we nu al in zijn opstanding. U bent vrij. U hebt de zondige natuur nog in u, net als ik. En dat wordt ook af en toe gemerkt. We zijn nog wat dat betreft nog niet helemaal van die zondige natuur bevrijd. Maar wel bevrijd in die zin dat niets of niemand ons meer kan aanklagen. Een van de teksten in Romeinenbrief waar weinig over gesproken wordt, dat merk ik als ik met mensen spreek, dat is die tekst die je een paar keer vindt in Romeinen 6, Romeinen 8. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde.
Ga er maar eens over nadenken. Wat betekent dat? Bent u vrijgemaakt van de zonde? Dat betekent niet dat we nooit meer zondigen. Maar dat we de macht van de zonde gebroken is. We zijn vrij. En wat ik dus vandaag tegen u zou willen zeggen is, spreid uw vleugeltjes uit. En ga vliegen. U bent vrij. Omdat u bedekt bent met het bloed van Christus. Zoals die vogel bedekt was met het bloed van die geslachte vogel. En zo bedekt met dat bloed ging hij het vrije luchtruim in. Christus is opgestaan. Maar als u deel hebt aan hem in het geloof, bent u het ook. Nu geestelijk, later lichamelijk. En als u opgestaan bent, bent u vrij. Geen macht ter hel kan u ooit nog aanklagen of u beschuldigen. Want het is alles verdwenen in het graf en in de dood van de Heer Jezus Christus. Wees gezegend. Vrolijk gezegend Pasen.